Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. U heeft natuurlijk uw roots liggen in Twente. Ik meen zelfs een beetje uw geboortestad of heel nabij? Het is heel nabij. Het is een stad waar ik op de middelbare school gezeten heb. Waar ik ook mijn sociale leven lag daar. Dus ik ken de stad Almelo heel goed. Er woont zelfs hier en daar nog wat familie van mij in die stad. En het is ook een deel van het land waar ik vandaan kom. In die zin dat het. Dat spreekt ook aan als dan zo'n vacature komt. Hè? Dat je denkt, joh, het is ook in een gebied dat je goed kent en waar je wortels hebt liggen. En ik ben gevoelig voor dat soort sentimenten. Almelo krijgt een burgemeester die ooit de jongste burgemeester was. Ja. Nou schijnt dat ook in Hengelo te zijn. Ja. Ook een burgemeester die ooit de jongste was. En ook in Enschede zit een burgemeester die ooit de jongste burgemeester was. Zit daar in Twente een voorkeur voor mensen die heel jong hun carrière starten? Je zou het bijna denken. Inderdaad, toen ik in de gemeente Haren werd aangesteld, was ik de jongste burgemeester van Nederland. Dat ben ik 2 jaar lang geweest. Toen werd ik weer opgevolgd door een andere, nieuwe jongste burgemeester. Maar mijn voorganger jongste burgemeester was burgemeester Sander Schelberg. Toen nog van de gemeente Schermer. Maar inmiddels mijn collega in de gemeente Hengelo. En een voorganger van hem was burgemeester van Veldhuizen. Toen nog in de gemeente Nieuwkoop. Maar inmiddels burgemeester van Enschede. We hokken een beetje samen daar straks in Twente, denk ik. En wanneer verwacht u dat de stap naar Almelo gemaakt gaat worden? Ik heb in de wandelgangen al gehoord dat september, oktober gaat worden. Is dat realistisch? Ja, er wordt bij procedures waarin een burgemeester moet worden gezocht altijd een tijdpad geschetst. En tot nu toe zijn alle stappen die in die procedure gezet moesten worden, zijn allemaal op tijd geweest. De laatste stap is een benoeming en die wordt volgens dat tijdpad wordt die voorzien in oktober. Het lijkt erop dat dat gaat lukken, maar dat is niet aan mij en dat is ook niet aan de gemeente Almelo, want dat is aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die krijgt nu een brief van de Raad van Almelo met daarop de aanbeveling om mij voor te dragen voor benoeming tot burgemeester. En dan is het aan de minister om het initiatief te nemen om die benoeming ook echt in elkaar te zetten en aan de koning voor te leggen. Het personeel van de Almeloze brandweer heeft voor het nieuwe stadhuis gedemonstreerd voor een betere pensioenregeling. Brandweerlieden hebben een fysiek en mentaal zware taak en zouden eerder met pensioen moeten kunnen dan andere beroepsgroepen, vinden ze. Maar dan komt het pensioen uit op bijstandniveau. Na vele jaren inzet, met gevaar voor eigen leven, vinden de medewerkers van de brandweer dat ze daar tekort mee wordt gedaan. Met een ladderwagen en een duikteam werd bij het stadhuis woensdag een demonstratie gehouden. Thank you.
kreeg een verontrustende berichten binnen van inwoners van Almelo uit de verschillende wijken. Hè? Want de gemeente is, denk ik wegens bezuiniging, is de gemeente het zand uit de zandbakken aan het halen en daarvoor in de plaats houtsnippers te plaatsen. En ja goed, die houtsnippers die zijn misschien wel mooi om te zien, maar die houtsnippers zijn toch echt een gevaar voor de kleine kinderen die erin spelen. De buurt op zich blijft mooi, maar goed, sinds wij de dikkelwoed hebben is het echt niet leuk meer. De kinderen spelen niet meer in de zandbak. Eerder was dit een zandbak en kinderen beseren zich. Dus kinderen willen hier gewoon niet meer spelen. En, ja, moet je voorstellen, het is mooi weer en dan gaan de kinderen gauw de schoenen uittrekken, de sandalen uittrekken en de sokken erbij. En dan komen ze van die glijbaan af, ja, en dan beseren ze de voeten. Wij kregen de laatste tijd steeds meer foto's doorgestuurd van voeten die echt bebloed waren, waar de splinters in zaten. Er zijn meerdere mensen van wie ik het heb gehoord die hetzelfde ervaren. We hebben ook een handtekeningactie gestart, meer dan 100 handtekeningen. Dus, en er was niemand die zei van dat dit moest blijven, iedereen was er fel op tegen. We hebben er eerst schriftelijke vragen over gesteld. Nou, we kregen dus antwoord dat die houtsnippers goedgekeurd zijn, hè, dat mag. Maar ja, we zijn ter plaatse weer eens kijken. Volgens de wet mogen ze niet langer zijn dan 3 centimeter. Nou, er zijn er waarbij van 10, 12 centimeter, dus dat mag ook al niet. En de wethouder zegt dat ze niet gerecycled mogen worden, maar daar zit er gewoon verf op. Dus het zijn gewoon snippers die al eerder gebruikt zijn. Ik vind de reactie helemaal niet acceptabel. De gemeente geeft duidelijk aan niet met ons op één lijn te zitten. En ik gaf ook aan dat het ook gevaarlijk wordt, want de kinderen die willen spelen in de zandbak en die gaan nu de Broekenheide over, de grote weg hier. Dus dat we daar heel veel zorgen om hebben, ja, daar had de gemeente niet zoveel mee. Dus we werden niet netjes behandeld. De wethouder zeggen, nou, volgens onze gegevens zijn die houtsnippers veilig, ook voor kindervoetjes. Dus ja, waar praat je dan tegen? De bezuinigingen, dat is natuurlijk allemaal wel mooi, hè, voor de portemonnee van de gemeente Almelo. Maar als je dan ziet, die foto's die we binnenkrijgen, nou, ik vind het gewoon schandalig. Dat is zo met onze kinderen wordt opgegaan in de gemeente. De laatste schooldag dit jaar van de leerlingen van de Windhoek was de allerlaatste van 3 van hun leraren. Gerrit Steenhagen, Sandra Wenink en Henny Plecht gingen met pensioen. Daarmee vertrok bijna een eeuw aan onderwijservaring. Mr. Gerrit Steenhagen, hoe is dat nou? Volgende schooljaar niet meer hier. Dat is een heel gek gevoel. Dat is moeilijk om daaraan te winnen. Ik zou ze ongelooflijk missen. Dat weet ik nu al zeker. Hoe lang bent u al voor de klas gestaan? Ik ben op 1 januari 1977 begonnen op de Hagedorenschool. Ja, dat is meer dan 40 jaar. Bijna 40 jaar moet ik zeggen. Bijna 40 jaar. Moet goed. Ik moet als leerkracht natuurlijk goed kunnen tellen. Hè? Ja. Bijna 40 jaar. Ja, ja. Meneer Gerrit is de liefste meester van de hele wereld. Mevrouw Sandra Wenink, hoe lang bent u al onderwijzeres? Ik ben al 37 jaar zit ik in het onderwijs. Ik ben op de Kerkelanden begonnen. En ik zit nu op dit moment 32 jaar op de Windhoek. En nu gaat u weg, hè? Hoe is dat? Ja, we gaan natuurlijk eerst 6 weken vakantie in. Dus dat zal voor mij nog vakantie zijn. Maar daarna, als iedereen weer begint, dan zal ik het waarschijnlijk wel merken. Dat ik dan niet meer aan het werk ga. Dat zal wel heel vreemd worden voor mij. Ze is altijd aardig, ze helpt je gewoon goed met werken. En ik heb heel erg moeite ook met rekenen. En daar helpt ze je gewoon ook heel goed bij. Met verhalen voorlezen, met een boek, stemmetjes nadoen en gewoon de grapjes tussendoor. Ja, graag gedaan. Hoe is dit? Ga je ook weer. Doei Jana, oude vijand. Doei mee. Kan ik wel hoor. Goed zo wijzen. Meneer Henny Plecht, hoe noemen ze u? Meneer Henny. Meneer Henny, ja. Hoe lang hebben u lesgegeven? 39 jaar. Hoe zijn die leerlingen van u? Waren dat aardige leerlingen? Nou, de klas dit jaar, dat viel wel een beetje tegen hoor. Vooral dat ze dat nu horen, wat ik nu zeg. Nee, dit jaar gewoon weer een gezellig jaar gehad.
Echt. Hey meneer Hennie, we vinden het heel leuk schooljaar en jammer dat je weggaat. Kaliber Kunstenschool organiseerde 3 vluchtelingenprojecten die vrijdagavond in het stadhuis gepresenteerd werden. Young at Next bood wethouder Timmer hun fotoboek aan en de fototentoonstelling Goed Toeven werd aan het publiek gepresenteerd. Het leerorkest Music Together, waarin vluchtelingen en basisschoolkinderen van het ballet, de roets en de triangel wekenlang hebben geoefend, speelde met het jeugdorkest van de Koninklijke Almeloze Harmonie onder leiding van Frank van Nus. Kanten waren dat de kinderen ontzettend enthousiast waren. Echt allemaal, ze kwamen lachend binnen, stralende gezichten, hoera, we mogen weer muziek maken. Natuurlijk niet alleen de dwarsfluit, maar ook de saxofoon, de klarinet, de trommels, de trompet, allemaal. Dus het was echt een feestje. Ja, nou, dit was wel een groep die al iets taliger zijn, zoals dat dan wordt genoemd. Ze kunnen wel Nederlands. We hebben ook duidelijk afgesproken. We spreken ook alleen maar Nederlands, ook onderling. Dat ging ook prima, was helemaal geen probleem. En ja, en muziek, dat is natuurlijk een taal voor iedereen. Dus dat lost ook mooi op, ja. Goed Toeven is bedacht door Kaliber om uit te beelden hoe goed toeven het hier is in Almelo voor de asielzoeker. Er zijn een heleboel mensen uit het AZC die gaan sporten of een hobby uitoefenen of zelfs werken in Almelo zelf. Daarmee komen ze in contact met de inwoners van Almelo. Dat helpt hun op weg hier in Nederland hun plek te vinden. En Kaliber heeft voor mij gezocht. En Koa heeft mij ook heel erg goed helpen zoeken naar die koppeltjes, laat maar zeggen. Die twee mensen die ook echt iets hebben met elkaar. We hebben dat niet in scène gezet. Het is niet zo van, nou, doe maar een Almeloer en pak er even een asielzoeker bij. Nee, mensen die iets hebben met elkaar. Ik denk dat je dat ook heel goed kan zien op de foto. Mensen zijn gek met elkaar. En ze kennen elkaar ook al langer. Ja, dat klopt. Ze kennen elkaar langer. Ze zien elkaar wekelijks op die activiteit of op de atletiekbaan of in de vrouwenkamer op de AZC. Dus elke week ontmoeten ze elkaar. Het is heel goed voor de taal. Het is heel goed om de Nederlandse cultuur te leren kennen en om erbij te horen. Was dat het eigenlijk al 20 jaar geleden mijn praktijk geëindigd is. En dat men er nog altijd over had. En toen denk ik, weet je wat, ik herschrijf mijn autobiografie. En daar zet ik ook een heel stuk bij in wat er daarna gebeurd is. Ook het werk wat ik gedaan heb in Amsterdam voor de vrouwen. En ook heel veel over mijn persoonlijke leven. En ik denk, nou ja, dan weet men ook hoe en wat. En dan kan ik met mijn leven verder. Dus heb ik een punt gezet achter alles. Het verleden zal altijd blijven. En daar schaam ik mij ook absoluut niet voor. En ik zal ook alles proberen wat ik daaruit gehaald heb. Om dat toch te gebruiken voor de vrouwen die nu nog steeds dat werk doen. Maar ik ben ondertussen schrijfster, fotograaf, filmer. En ik maak soaps, ik maak documentaires. Dus ik doe gewoon heel andere dingen. Maar uiteindelijk is mijn leven niet veel veranderd. Want in die tijd was mijn leven ook heel druk. Dus het enige wat ik niet meer doe, dat is dus heel dicht bij een man komen. Alleen bij mijn eigen man.
Ik ben bezig om een tentoonstelling op te zetten in het Huis van Katoen en Nu. Ik heb 12 Amsterdamse vrouwen gefotografeerd en heb ik ook een kalender van gemaakt. En ik wil ook 12 Almeloze vrouwen fotograferen. Dus die wil ik dan allemaal een beetje door elkaar hangen. Dat lijkt me heel erg leuk. En ook dat die vrouwen met elkaar kennis maken. Hè? Dat ze allebei gewoon kleine stad, grote stad. Dus dat wordt dan Oost-West. Vandaag was eigenlijk de officiële boekpresentatie. Er zijn ook mensen geweest die hadden hem al. En die hebben hem alleen bij mij laten signeren vandaag. Vond ik heel erg leuk. Want die hadden hem ook half gelezen. En, ook, en die hadden ook allerlei dingen al van, oh, en hoe ging dat? En hoe, oh, dit, weet je wel. Dat vond ik wel leuk. Want ja, je gooit een boek de wereld in. En je weet niet hoe men reageert. Ja, je krijgt wel recensies. Maar ik vind het ook wel leuk om met mensen te praten erover. Ja, want het is heel erg autobiografisch. Het is autobiografisch. En ik heb geprobeerd het zo eerlijk mogelijk neer te zetten. Ook dingen die ik eigenlijk niet zo heel graag kwijt wil, maar ik denk, moet ik doen. Want anders is het niet eerlijk en dan is het niet onverbiddelijk eerlijk. Wat maakt een vee? Samen. Een vee van wat? Gewoon een normale vee. Een vee? Oh! Hallo Marijke, wat is hier aan de hand? Wat doen jullie hier? We zijn bezig met de Junior First Lego League. Dat is een wedstrijd, het is niet echt een wedstrijd, een expo. Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 9 jaar. Waarbij ze onderzoek doen naar een onderwerp, maar ook een Lego model bouwen en dat programmeren. En dat laat ze vandaag zien wat ze allemaal hebben bereikt en wat ze hebben geleerd. En dat gaat van school uit? Voor ons is het een buitenschoolse activiteit waar kinderen aan mee kunnen doen. We hebben ze leren programmeren in de klas. En nu kunnen ze dit als slotmanifestatie laten zien wat ze hebben geleerd. En wat gaan ze hierna doen? Nou ja, we hopen dat ze uiteindelijk mee gaan doen met de First Lego League. Dat is een wedstrijd die volgt op de Junior First Lego League. Als ze wat groter zijn en zitten in groep 7, 8 en hopen dat we nog steeds zo enthousiast zijn dat ze dan met ons mee willen doen. Mooi, ik zie er ook oudere mensen rondlopen. Wat doen hier? De teams zijn begeleid door ouders. Wij als school hebben de expo georganiseerd. Maar we hebben de ouders gevraagd om de begeleiding van de teams op zich te nemen. Dus die zijn hier eigenlijk als begeleiders en als extra support. En voor de rest zien we achter ons misschien net een stukje ervan. Van een oude Lego League team, niet echt een Lego League team. De wedstrijd waar we meedoen wordt georganiseerd door First. En je hebt een junior FVL-wedstrijd voor de jongste kinderen. Dan is er een FVL-wedstrijd voor kinderen tot en met 14 jaar. Daarna komt FTC. En als laatste voor de hele grote jongens en meiden heb je FRC. Dat staat voor First Robotic Challenge. En de mensen die hier bezig zijn, die doen mee aan die wedstrijd. Er zijn maar 2 teams in heel Nederland. En dit is het team uit Groningen, de Impossible Robotics. En die laten hier zien wat zij doen. En als ze dus heel veel oefenen, kunnen zij later dit ook misschien wel doen. Wij hebben een amendement ingediend op cultuurvisie. En die amendement die zegt van laten we nou alle bedragen hier niet vastleggen in de cultuurvisie. Over visie, dan praten we over plannen, dan praten we over wat willen we doen. En als we over een subsidie gaan we praten, dan praten we in de meerjarenbegroting. Wij staan al 25 jaar ongeïndexeerd op hetzelfde bedrag. En dat was toen al de helft van wat ze toen tekort kwamen. Dus ik bedoel, als je naar de toekomst kijkt, dat kan niemand. Maar ik weet wel dat alle kosten overal stijgen. Dus om het helemaal vast te zetten, naar boven zou altijd mooi zijn. Vooral omdat ik dan nog veel meer kan realiseren. Maar als die basis, wat echt het absolute minimum er is, dan kan ik in ieder geval voor het komende jaar doen wat ik nu doe. Dus ik ben met alles blij. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat het theater er is. Het amendement heeft het niet gehaald. Maar ook het amendement van de VVD. Die wou juist dit als ondergrens hebben. Die heeft het ook niet gehaald.
Klopt, allebei amendementen die zijn niet gehaald. Voor het theaterhotel, die willen zekerheid over de programmering. En hoeveel geld hebben ze dan beschikbaar? Voor alle instellingen hebben ze een zekerheid. Maar nogmaals, over subsidie en met name over een groot bedrag, dan moeten we wel onderbouwend hier hebben. Misschien het theaterhotel heeft meer nodig. Maar daar laten we even kijken, wat hebben ze nodig en wat gaan ze met dat geld ook doen. En dat geldt niet alleen voor het theaterhotel, maar dat geldt voor alle instellingen die heeft te maken met culturele subsidie. Thank you.
kan dit allemaal plaatsvinden. Dus grote applaus voor de sponsors. En nog één keer voor het fantastische... Maar, Karel, er moet er natuurlijk iets van een toegift komen, hè? Welkom bij Twente Breed, het programma van 1 Twente met het grote en kleine nieuws uit Twente.
Een Pikachu op je bureau, een Charmander naast je auto of een Squirtle die bij je zit op het terras. Pokémons hebben Enschede en de wereld in hun greep sinds de app Pokémon Go is uitgebracht. En dus lopen ook overal in Enschede jongeren rond om Pokémon figuren te vangen. Bent u Pokémon Go aan het doen momenteel? Ja. Dank u wel. Mevrouw, bent u Pokémon Go aan het doen momenteel? Ja. Nou, je komt op je mobiel, krijg je een trilling. Dan krijg je de melding dat er een Pokémon is. Kun je op klikken. En dan krijg je een mooi scherm te zien waarin je een Pokéball kunt gooien met je wijsvinger of met je duim. Nou, nu zijn we een beetje aan het zoeken. En dan zie je dat hij steeds dichtbij komt. Even kijken. Goedendag meneer. Kleine vraag, bent u toevallig Pokémon Go aan het doen? Ja, zeker. Pokémon Go aan het spelen? Zeker. De voetstapjes gaan ook steeds minder, dus als hij dan op nul staat, dan betekent dat hij hier in de buurt is. Bent u Pokémon Go aan het doen? Natuurlijk. En u dan, meneer? Ja, wie niet? Bent u Pokémon Go aan het doen? Ik kan niet inloggen. Hey, zoals nu. Dan gaat hij trillen. Kun je hem aanklikken. Zo, even wachten. En dan heb je hem. Zo makkelijk is het. U speelt ook Pokémon Go of is het meer iets alleen voor uw zoon? Ik moet hem overal heen rijden. Ja, het is vakantie. Hij vindt het leuk om te doen, dus wij rijden hem overal heen. Ja, zodat hij alles kan vangen wat hij wil vangen. Ja, bizar, hè? En wat vind jij nou echt het leuke aan Pokémon Go? Dat je ze op kunt zoeken. Je gaat naar buiten, je zoekt ze op en ja, je vangt ze. Ja, je komt op plekken in Enschede waar ik nog nooit ben geweest. Dus dat is ook alweer een voordeel. Ja, normaal gamet hij thuis en zit hij op de bank. En nu is hij in beweging, hij komt in musea, hij komt overal nu, dus ik ben er helemaal voor. Bent u Pokémon Go aan het doen momenteel? Ja. En u mevrouw, bent u Pokémon Go aan het doen? Ja, ik ook. Wat is jouw favoriete Pokémon? Charmander vind ik leuk. Nidorina. Pikachu. Pikachu, ik heb hem nog steeds niet. Dus ik probeer Pikachu te catchen, maar... Oh, wacht, ik zie een Pidgey. Ik ga hem even vangen hoor, als het niet erg is. Yes, got him. Na een zoektocht na maanden is uit 21 kandidaten een nieuwe burgemeester voor Almelo gekozen. Vorige week werd zijn naam gepresenteerd. Kort mogelijke termijn in Almelo te komen wonen en zich snel te willen wortelen in de Almeloze samenleving. De voordracht van de heer Gerritsen wordt verzonden aan de minister van Binnenlandse Zaken. En na benoeming hopen wij de heer Gerritsen in het vroege najaar te kunnen installeren als burgemeester van deze prachtige stad. Voorzitter, tot zover. VVD-burgemeester, ja, daar zijn wij uiteraard heel blij mee als VVD-fractie. En ik heb de heer Gerritsen de afgelopen periode leren ontmoeten en leren kennen. Geweldige burgemeester van Almelo, daar zijn we heel blij mee. En ik denk, ja, zijn profiel en de manier hoe hij erin zit, fantastisch vond de stad. Dus wij zijn heel blij met de keuze voor de heer Gerritsen als nieuwe burgemeester van Almelo. Nou, laat ik één ding zeggen, dat wij als partij Democraten.nu zeer blij zijn met meneer Arjan Gerritsen als aankomende burgemeester. En wij hem ook met veel liefde hebben voorgedragen om hier in Almelo te komen. Nee, het was geen verrassing, want ik was als adviseur verbonden aan de vertrouwenscommissie. Dus ik heb deel uitgemaakt van de procedure. Dus ik wist al enig tijd wie de nieuwe burgemeester van Almelo gaat worden. En nee, het is niet echt een verrassing, maar het is wel een bevlogen en een gedreven Twentenaar die terugkomt naar Almelo, want hij is geboren in Ente. Dus het is ontzettend mooi dat hij nu weer terugkomt met zijn gezin naar Almelo. Hij is relatief jong, heeft al een prachtige carrière achter de rug, heeft een ontzettend goed netwerk en is ontzettend enthousiast, weet veel van Almelo, kent Almelo, heeft hij hier een deel van zijn jeugd in Almelo doorgebracht. Dus dat komt helemaal goed. Arjan Gerritsen, hij is nu nog burgemeester in de beeld en gaat dit najaar burgemeester Hermans vervangen. Vier leraren van basisschool De Schothorst in Hengelo gaan met pensioen. De kinderen en de ouders hebben daarom een speciale afscheidsdag georganiseerd om de meester en de drie juffen uit te zwaaien. Nou, dat voelt heel bijzonder, vooral als je je eigen groep ziet en dan schiet je gewoon vol, want dat is gewoon geweldig. Ja. En welke groep had jij? Ik heb groep 1. Groep 1, ja. De jonkies, en die waren er ook? Die waren er, ja zeker. En ze hebben keurig hun mond gehouden, ze hebben zich niet verpraat, ze hebben niks verklapt. Super.
Het was een verrassing ook nog. Een hele grote verrassing, ja, ja. Waar je heel erg warm van wordt. De pensioengerechtigden hebben verschillende plannen voor de toekomst. Ja, gewoon eerst maar eens lekker op vakantie gaan en dan proberen los te laten. En dat zal ook nog moeilijk zijn. Want je gaat het nog missen? Je gaat het zeker missen. Je mist de kinderen, de ouders en je collega's. En de invulling van de week in feite. Hè? Dus je moet nou zelf wat gaan bedenken. Ik blijf nog 2 ochtenden verbonden aan de Schorthorst. Als extra inzet voor een aantal leerlingen. Dus ik kan het nog niet helemaal loslaten. Ik heb er heel veel moeite mee. De leraren werden vereeuwigd met een steen met daarop hun naam en werkjaren. Dit jaar vierde Stormvogels Coast Caribbean in Haaksbergen alweer haar 7e editie. Georganiseerd door HV Stormvogels en in samenwerking met VV Haaksbergen. Het beach soccer toernooi, voor de hoeveelste keer wordt er georganiseerd hier? Dit is de 9e editie. Dus volgend jaar een jubileumjaar, 10e jaar. Dus hartstikke goed. Hoe zijn jullie er ooit mee begonnen? Het idee is ooit ontstaan door een paar vrienden. De uitvoering bleek lastig, totdat een man bedacht dat hij met een shovel heel veel kon en die legde het zand er neer. En vervolgens is dit concept ontstaan in de jaren. Het is elk jaar weer een feest om te mogen organiseren, maar het is nog veel groter feest om het te laten gebeuren. Het is echt leuk. De kinderen vermaken zich, de spelers zijn hier, die hebben het hier goed naar de zin. Het is prachtig. Met hoeveel teams wordt er gespeeld? Zaterdag starten we met rond de 20 en 30 voetbalteams en zondag is het rond de 25 handbalteams. En daar gaan we 16 recreatieelftallen. Waarom hebben jullie zaterdag voetbal en zondag handbal? We zijn uiteraard een handbalvereniging. Maar om het te combineren met, met de voetbal, hebben we in overleg met de VV Haaksbergen en zijn we gestart met de zaterdag voetbal en zondag handbal. Waar komen de teams allemaal vandaan? Vandaag hebben we heel veel teams uit buiten Haaksbergen. Daar praat ik over Brummen, Eibergen, Goor, Hengelo. Dat zijn wel de uitschieters. En morgen zijn het voornamelijk teams uit de Haaksbergen, maar dan de basketballers, handballers, voetballers, familieteams, buurteams, straatteams, van alles. Volgend jaar jubileum, pak je dan groots aan? Ja, we gaan zeker uitpakken. We proberen elk jaar wat meer te verzinnen, zeg maar. De aankleding wordt steeds anders, steeds professioneler. Voor het 10e jaar proberen we zeker wat ludieks te gaan verzinnen. Gaan we nu over tot de prijsuitreiking. Bij de dames prestatiepool is als tweede schijner Hugootjes. En dan wil ik naar voren Bomboys Girls 1. Ik zeg eindig op de eerste plaats. En dan op de eerste plaats, die mag ook even de captain naar voren komen, de Droeftoeters. Ja,
Dan wil ik hierbij afsluiten met de volgende mededeling. Volgend jaar is het tweede lustrum en de organisatie belooft flink uit te pakken. Dus let op volgend jaar, geef je weer op, kom met allen, ja, en breng ook weer, net als vandaag, goed weer mee. Een lagere energierekening en dan tegelijkertijd niet in de kou zitten. In de Spechtstraat in Enschede was een tijdje terug voor 4 uurtjes een pop-up store geopend waar advies kon worden gegeven over duurzaam wonen. Geïsoleerde vloeren, dubbel glas en zonnepanelen. Veel verschillende vormen van duurzaamheid waren toegepast in de pop-up woning van woningcorporatie Domein. Zo kregen de bezoekers een duidelijk beeld van de mogelijkheden die er zijn om je woning duurzamer te maken. Welkom in onze pop-up store. Kom maar eventjes binnen, even een kijkje nemen. De mensen kunnen hier terecht om wat meer informatie in te winnen om hun woning te verduurzamen. De mensen die we hebben aangeschreven hier in de buurt, die hebben allemaal identiek dezelfde woning. Wat was voor u de reden om hier even te kijken hoe het huis eruit zag? Nou, puur even informatief, om een idee te krijgen van oké, wat is er met de bestaande woning gebeurd? En hoe heeft het rijmaken het opgelost? Daar was ik wel even benieuwd naar. Hier zat nog oud enkel glas. Zat in de bestaande kozijnen. Waar we dan naar gaan kijken van wat is nu de staat van die kozijnen. En we moeten dat gaan vervangen. Inclusief het schilderwerk en het afwerken. We hebben hier ook de vloer hebben we geïsoleerd. Dat zijn zogenaamde chips. In principe zijn er verschillende materialen zijn er van toepassing voor je vloerisolatie. Waar wij dus naar gaan kijken wat voor type vloer is het en hoeveel ruimte zit er nog onder de vloer. Hier was de ruimte behoorlijk beperkt. Dus hebben we hier gekozen voor een bodemisolatie. Heeft u een aantal milieubewuste of energiebewuste aspecten gezien die u graag wil overnemen? Nou, eventueel de vloer. En dat is, die hebben ze wel mooi geïsoleerd zo te zien. Dit is een kast. Die is rechtstreeks aangesloten op de zonnepanelen en ook op de meterkast. En je kunt hier op het schermpje kun je zien, als het groene lampje brandt, dan is er in ieder geval geen storing. Maar je kunt ook op het schermpje zien hoeveel kilowattuur de zonnepanelen hebben opgewekt. Bent u al om zonnepanelen op het dak te plaatsen? Ja, ik denk een hele goede aanvulling om je eigen stroom op te wekken. Vooral met een plat dak situatie zoals hier, want van de buitenkant zie je dus niks van. OBS, het stadsveld uit Enschede, heeft de groene travokasten rond de school op laten pimpen door kunstenaar Erik Lohman uit Haaksbergen. Met medewerking van kinderen van groep 4 en 6. Het is een prachtig kunstobject geworden. De school en de buurt zijn er mega trots op. Zo, allemaal rondom afstellen. Loop je mee? Kom maar. Stroom gerold. Kom maar, ga je mee? Ja. Lekker hè? Yeah! Dat is een mooie. Mooi. Super. Deze moet weg. Jeetje. Dat is ook weer belangrijk, hè? Hier stond een lelijke groene kast eigenlijk. En we hebben geld van de wijkraad gekregen om de trapelkasten een mooi kleurtje te geven. En het leek ons een leuk plan om dat samen met de kinderen van onze school te doen. En waarom hebben jullie gekozen voor Erik Lohman uit Haaksbergen? We wilden per se een Twentse kunstenaar. Ook iemand die met kinderen kan werken natuurlijk. En die ook echt een expliciete mooie kast kan maken. Ook herkenbaar natuurlijk. Erik heeft de grondlijnen erop gezet en daarna met de kinderen verder alles ingekleurd. Dus. Hier in de wijk en Stadsveld initiatief genomen door de school hier om dit gebouw, de trafokast of de elektriciteitskast van Enexis, om die een kleur te geven. Ze wilden heel graag kleur in de buurt en daar hebben we samen met de kinderen, ik heb dan een ontwerp gemaakt en samen met de kinderen hebben we deze kast helemaal opgepimpt. En dat is gewoon super leuk om te doen. Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Ja, dat is ook eigenlijk via gegaan. En gewoon een spontane vraag van, goh, lijkt het je leuk om te doen? En ik denk, zo'n meterkastje, dat is wel leuk om te schilderen. Heb ik nog niet eerder gedaan. Maar toen kwam ik hier en het is nog net geen gebouw. Maar zo is het een beetje gelopen. Ook mensen die je vragen, normaal ook hier uit de wijk kunstenaars. En dan wouden ze nou een keer een Twentse kunstenaar. Hoe is het ontvangen in de wijk?
heel goed. De buurtbewoners waren eigenlijk allemaal heel erg enthousiast. En we hebben voor die tijd een brief uitgedaan of mensen bezwaren wilden maken. En eigenlijk was iedereen enthousiast en zei, nou, het kan alleen maar mooier worden. En die lelijke groene kast, daar zijn we nu vanaf. Dit is nu in Enschede. Kunnen we dat soort Haaksbergen ook verwachten? Ze hebben mijn telefoonnummer, dus ze mogen bellen. Ik doe het graag. Ik vind het leuk om te doen. Het is veel werk, maar het is gewoon hartstikke leuk om te doen. Zijn er al reacties uit Haaksbergen? Ja, via Facebook, dat is toch wel een medium wat heel snel en heel hard gaat. Er zijn toch wel verschillende mensen die dat leuk zouden vinden dat ik dat zou doen. Maar ik ga daar niet over, dus ja, we zien het wel. Ieder jaar is er een modeshow bij Leuring Mode van leerlingen van groep 6 van basisschool De S uit Borne. Het was ook deze keer weer een show met bijzondere mannequins en met hele bijzondere kleding. Zelf gemaakt en volledig uit plastic vervaardigd. Zij zorgen de nieuwste trend, namelijk de overlaprok. De kleuren van de lappen in de rok combineren prachtig met elkaar. Julie in de tinten zwart, wit en grijs. En Imke zo dadelijk in de zwart, witte en zebra print. Dat zij dit weer voor de zoveelste keer mogelijk hebben gemaakt.
Dit was Twente Breed voor deze week. Wist je trouwens dat je iedere werkdag vanaf 7 uur in de ochtend al kunt luisteren naar 120 Radio? Dat kan via je eigen lokale omroep. Op 120 Radio hoor je ieder uur de leukste muziek en uiteraard het laatste nieuws uit Twente en uit je eigen gemeente. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.